Weet u hoe het menselijk lichaam zichzelf vernieuwt en herstelt? Elke dag sterven 300 miljard oude of beschadigde cellen af en worden ze geëlimineerd uit ons lichaam. Ze moeten dan ook vernieuwd en hersteld worden. Stamcellen spelen een fundamentele rol in de behoeften van ons lichaam bij herstel en vernieuwing. In tegenstelling tot andere cellen in ons lichaam heeft een stamcel de unieke mogelijkheid om zich te differentiëren in andere soorten cellen. Deze andere cellen zijn gespecialiseerd en hebben een specifieke functie. Zo zijn darmcellen bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de opname van voedingsstoffen. Maar laten we het hebben over de geschiedenis van wetenschappelijke studies over stamcellen. Begin deze eeuw werd gedacht dat stamcellen alleen konden differentiëren in specifieke bloedcellen, zoals bloedplaatjes, rode bloedcellen of witte bloedcellen. Verschillende sinds die tijd gepubliceerde wetenschappelijke studies toonden een belangrijke ontdekking aan. Stamcellen uit het beenmerg of volwassen stamcellen kunnen migreren en differentiëren in vrijwel elk type cel in het lichaam. Het tweede essentiële feit is dat volwassen stamcellen het vermogen hebben om zich te vernieuwen en een constante toevoer van stamcellen in het beenmerg te leveren. In 2002 werd een gepubliceerde wetenschappelijke hypothese later bevestigd door honderden onderzoeken. Deze onderzoeken concludeerden dat volwassen stamcellen het natuurlijke herstellings- en vernieuwingssysteem van het menselijk lichaam vertegenwoordigen. Dit was een belangrijke en revolutionaire wetenschappelijke ontdekking. Oké, maar hoe werkt het? Wanneer een weefsel of orgaan is beschadigd, zal het een eerste set specifieke signaleringsverbindingen uitscheiden in het bloed. En deze verbindingen zullen circuleren naar het beenmerg. Deze specifieke verbindingen signaleren en brengen de afgifte van stamcellen aan het bloed op gang. Tijdens de paar daaropvolgende dagen zien we dan een significante toename van het aantal circulerende stamcellen. Aanvankelijk weten de stamcellen niet waarheen. Om hen te helpen navigeren, scheidt het aangetaste weefsel een tweede reeks van verbindingen af, die stamcellen zullen aantrekken en leiden naar het te repareren gebied. Wanneer de stamcellen zich verbinden met de signaalverbindingen in de haarvaten en microvaten van het beschadigde weefsel, migreren de stamcellen in het weefsel en beginnen ze zich te vermenigvuldigen en te differentiëren in het specifieke weefsel voor zijn reparatie en vernieuwing. Stamcellen repareren niet alleen dagelijks beschadigd weefsel, maar circuleren op kleinere schaal door het hele lichaam om oude en stervende cellen te vernieuwen en aan te vullen om een optimale gezondheid te ondersteunen. Door dit werkingsmechanisme worden stamcellen verantwoordelijk geacht voor het natuurlijke reparatie- en vernieuwingssysteem van het hele menselijke lichaam. Daarom lijkt het erop dat de correlatie tussen de omvang van het aantal circulerende stamcellen en het vermogen van het lichaam voor zelfreparatie en herstel direct gerelateerd is. Sterker nog, het is aangetoond dat mensen die na een herseninfarct een groot aantal circulerende stamcellen afgeven, een beter herstel en een betere klinische beoordeling na de beroerte hebben. Bovendien hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat mensen met meer circulerende stamcellen minder cardiovasculaire problemen kenden en een lager sterftecijfer gerelateerd aan cardiovasculaire oorzaken. Het verhogen van het aantal stamcellen dat in het lichaam circuleert, optimaliseert het vermogen van verschillende weefsels om te herstellen. Er zijn twee oplossingen om dit te bereiken. Eerste oplossing. Een arts verkrijgt een monster van stamcellen van een patiënt, kweekt ze in het laboratorium en injecteert de cellen terug in de patiënt. Een tweede, meer fysiologische oplossing is het verhogen van de afgifte van onze eigen stamcellen in het lichaam. Het wordt de mobilisatie van endogene stamcellen genoemd. Samengevat zijn er drie aanvullende en essentiële stappen die nodig zijn voor herstel en vernieuwing. De afgifte van stamcellen uit het beenmerg. Stamcelcirculatie in het bloed. Migratie in het aangetaste weefsel. De voordelen van de twee methodes zijn aangetoond in honderden publicaties in diverse omstandigheden.
Tot slot, net als de bloedsomloop, het spijsverteringsstelsel of het ademhalingssysteem, die een goede gezondheid en het voortbestaan van het hele lichaam bevorderen, worden de stamcellen erkend als een nieuw fundamenteel systeem van het menselijk lichaam. Daarom draagt de ondersteuning van de natuurlijke rol van stamcellen uit het beenmerg bij aan het behoud van de gezondheid.